Na mijn carrière ben ik terugkeren gevraagd om ploegleider te worden. En nooit toegehapt. Maar hier heb ik gelijk ja op gezegd, omdat ik het zo betrouwbaar vond. En het wordt toch tijd dat we een schone sport krijgen. En ik denk dat ik hier een geweldig signaal mee afgeef met mijn groepje. Om schoon voor de dag te komen. Die positieve energie die we hier voelen hier in dat team, dat straalt eigenlijk van al die mensen af. En dat komt eigenlijk omdat ze natuurlijk een geweldige ondersteuning bij zich hebben. De motor van deze ploeg is mijn kapitein die op de fiets zit. En ik ben degene die van tevoren eigenlijk de weg uitstippelt hoe we het gaan doen. Henk is streng maar rechtvaardig. Zweep er overheen, absoluut. Nou, of er veel veranderd is in deze tijd, eigenlijk is er helemaal niks veranderd. Het belangrijkste is eigenlijk de ondersteuning. Daarvoor adviseer ik iedereen om met erkende BOVAG mechaniciens te gaan werken. Vandaag de training ziet er als volgt uit. We gaan veel D1 trainingen doen. Dus dat wil zeggen in de lage zone trainen. En op tijd de accu oplaaien. En dan gaan we weer een ritje van 50 kilometer erachter in D2 baan. Nee, dat is niet. Hoe ik het niveau vind. Geweldig niveau. In overdrijf, schakel eens een keer. Goed bij elkaar in de slipstream zitten. Heel goed. En een goede techniek gebruiken. Kom aan. Beetje uit de wind zitten. Zo ja. En dan ga je weer even zitten. Ontspannen. Ja. Ja, afknijp je die af. Het is mooi geweest. Dan ga je eens een keer staan, hè. Kom op met dat hellinkje. En zijwaarts, seppa. Soepel blijven rijden. Kom aan. Mijn fiets loopt aan. Dat gaan we voor oplossen. Ja.